In het Valkhof Museum is afgelopen zaterdag een tentoonstelling met het werk van Ben Luderer geopend. De Nijmeegse kunstenaar heeft 50 jaar lang gewerkt aan een enorme tekening van Nijmegen. Met uiterste precisie tekende hij pand voor pand van de boven- en de benedenstad. Nu hij 80 jaar is geworden, kan hij afstand nemen van de vogelvluchttekening en heeft deze samen met vele schetsen en maquettes aan het Valkhof Museum geschonken. Dus ik ben al van jongs af aan alsmaar aan het tekenen. Ja, weet je, ik heb dus altijd fulltime op gewerkt. En ik werkte natuurlijk een weekend aan en vakanties, maar ook 's nachts. Tot een uur of twee, drie. Dat kon ik vroeger, nou niet meer. Nu ga ik met 10 uur naar bed, maar dat was dan even wat anders. Dat is dat ook. Dit is een stukje van die grote tekening die er niet meer in die lijst paste. Dat is de Molenstraat. Deze kerk is in 1890 gesloopt. Toen is er een neogotische kerk gebouwd. Die is in de oorlog, die werd dus afgebroken. Die is gebombardeerd, alleen een stukje van het koor is blijven staan. Dat heb ik heel dunnetjes getekend. En verder is het een stukje nieuwbouw aangezet. Dus de Molenstraat die je nou ziet, is eigenlijk, zijn eigenlijk twee kerken tegen elkaar aan, zou je kunnen zeggen. Ik ben blij dat ze het gaan bewaren. Een groot gedeelte komt in de collectie. Een ander gedeelte die hou ik zelf nog. Dan zullen we zien wat ermee gebeurt. Maar ik wil eigenlijk ook een boodschap in Nijmegen brengen. Geven van... Wees voorzichtig met het afbreken van allerlei panden in de stad. Ook nu weer, dus heb je bijvoorbeeld die honinggebouwen. Het is misschien geen mooie muur, maar het is wel een tijdsdocument. Dus. En er wordt een mooi werkje gebouwd, maar dan is het veel mooier als er ook nog wat geschiedenis is in zo'n wijk. De tentoonstelling is nog tot januari 2018 te zien.